Mijn naam is Fiona van der Est en ik ben bestuurslid van NSCV. Ik ben verantwoordelijk voor sponsorzaken, maar ik regel ook alle voetbalkleding van onze vereniging. En bij NSCV is het beleid dat wij elke 3 jaar de kleding van elk elftal weer wisselen. En aan het eind van het seizoen is het weer zover voor maar liefst 31 van onze elftallen. Ik ben de afgelopen maanden druk bezig geweest met het zoeken naar nieuwe kledingsponsors. En met het bestellen van de kleding. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik jullie alvast laat zien wat we volgend jaar voor shirts, voor trainingspakken en tassen krijgen. Want het is heel anders dan de afgelopen jaren is geweest. Allereerst wil ik beginnen met het shirt. Je hebt ook gelukkig 2 modellen gevonden die het heel leuk vinden om in de coronatijd het even te showen. Maar wat er anders is aan het shirt is, omdat we volgend jaar 75 jaar bestaan, hebben we een speciale jubileumeditie. De hele vereniging krijgt ook dit shirt. Die heeft een gouden boord en hij heeft een gouden, onder het logo, heeft hij een smoes met de 75 jaar. Maar wat het shirt echt bijzonder maakt, is dat hij de kaak van Numelsdorp op zijn borst heeft. Waardoor het gewoon echt iets van NSCV en van ons wordt. Ook zal het shirt voor de jeugd, heeft hij wel lange mouwen, maar zal hij iets dunner worden. Zodat hij niet meer zo warm is als dat hij de afgelopen jaren altijd is geweest. Dankjewel. Ik krijg ook een nieuw pak. Wat daar weer bijzonder aan is, is dat we normaal gesproken een ander pak hadden voor de jongste jeugd tot en met 15 jaar. En alles wat ouder is dan 15 jaar, dus van de 17 en de senioren. Maar nu is het zo dat iedereen, de hele vereniging, krijgt dit pak. Dus in het zwart, in onze clubkleuren, zwart met grijs. Dus je ziet, het is een hartstikke mooi strak gesneden pak. De veteranen die mogen hem ook gewoon allemaal passen voordat we gaan bestellen. Dus dat moet helemaal goed zijn. Thanks. Ook krijgen we nieuwe tassen voor de jeugd. Nieuwe rugzak. Gewoon iets kleiner en compacter is die geworden. Gewoon weer net even wat hippen. Deze is voor de jeugd, voor de allerkleinste tot en met de 11-jarige. En dit wordt de nieuwe sporttas voor alle senioren. Dus die past ook gewoon helemaal matchend bij het nieuwe pak. Dus dit gaat het worden. Normaal gesproken dan doen we natuurlijk kledinginname aan het eind van het seizoen. Elke, Marlies en Esther, die hebben dat van mij overgenomen. Dat praktische gedeelte, dus jullie worden nog geïnformeerd hoe we dat dit jaar gaan doen, aangezien we niet meer gaan voetballen. Maar dat, daar meer informatie daarover volgt. En tenslotte is het zo dat ik best nog wel wat kledingsponsors kan gebruiken. Ook in deze coronatijden, of zeker in deze coronatijden. Dus mocht je nou geïnteresseerd zijn om het elftal van je zoon of dochter of nichtje of neefje of kennis te sponsoren, neem dan even contact met mij op via sponsoring@vvnsv.nl. Ik hoop jullie snel te zien en blijf allemaal gezond. Doei!